zo snuip stot van de beste bot. Hede mooi die snoren snut, wat vindt er nou weer uit? Tietes trompet wennet op een beste boord. Bij professor Snoort en de orenbisten. Hij maakt mooie muziek. Joert zit er weer op een oud piano te spelen. Professor Snoort zet de televisie aan. Hij wil graag het nijs zien. De televisie is ook oud, krijgt als de piano. De professor maakt hem eerst een klap ja, als dat er het net. Zo, dat is maar clear. Nou, gauw even het nijsje. Lui git er in een stoel heen. Op de televisie komt een mooie mevrouw met lange eerbellen. Ze begint te praten, maar de professor jet er neert van. Titus, ophoren van pingelen op die piano. Ik ken de televisie niet hier, hè. Tietes speelt het al net meer. Hij gaat ek voor de televisie zitten. De mevrouw met de lange eerbellen vertelt oer het waar. Ze zeit: alle bisten met de joord maar in de hoes blijven. Dat is wel zo veilig. Het wordt snotte glijd op het dik. Er komt een beetje rein en dat bevriest. Pas dus goed op. Miauw, ik kom net boeten door, hè. Ik ben bang als het glijd is. Ik kan wel een poort breken. Nee, voor twee poorten. En dan kan ik dat mijn spulje. Nee, ik bleef in de beste boord. Het is heel dan net glad, Tietjes. Die vrouw weet er niet van. Juster zei ze dat er sneeuw komen zou. Nou, hast u een sneeuwvlakje zien? Ik net. Kom mooi, dan zijn we even op het dikje. Tietjes weet net wat er zil. Maar de professor griep hem bij de jas en loekt hem de gang terug. Stapke voor stapke rinden ze de planken over de wal op. De planken is net glijd. Ineen bleef Tietes stokstief steen. Hij zucht naar de bisteboord en wiest. Ja, professor, Sjonorus wordt mooi. Oan de bisteboord hing je allier lange, scherpe dingen. Het binnen pielken van ijs. Als de zinne op een pielken schijnt, spotten er al je lietse jachtjes uit. Tietes helpt een paar muziekstokjes uit de boezen en heel, heel voorzichtig tikket er op een ijspielken. Het liek het van een viske. Dat keert mooi, Tietes. Ho, mooi kijk een keer. Dat mooi wel van Tietes. Gauw draaft de professor naar de bisteboord toe, naar de ijspielken. Maar, och heden, wat is dat nou? Wat toch eens in poortjes nuven. Ho. Ze schouwen heen en weer. Ho, professor. Hij kan net meer steen blijven. Nee, ho. Maar de poortjes in de loft ploft er op het paadje del en roetst het hele eind verder. Mijn pootje glitsert. Dit is. Wow, daar haast het al. Ik het net zijn. Het is geluid, professor. Er leidt al je ijs op een dikken op een spaatje. Wacht je, ja. Dan hoor ik mijn boot vast. Oh, ja. Ja, pak mijn muziekstokje maar. Wacht even. Stadig, oh, ons lees ik haast nek op een snoet. Oh, ja. Na een skofke stiert de professor weer. Zijn poortjes bibber je nog wel wat. En hij dwaart alleen maar hele lietse stapjes te dwaan. In de vierte komt een oranje auto aan. Maar een oranje jocht op het dak. Het jocht gaat heen en weer. Wauw, wat hebben we nou? Weten die suffers net dat het schip begeleid is? Ah, het riet is het in een beam of in ons boot. Wauw, professor, wij moeten ze waskogje. De professor dwaart net van het plak te komen. Dan ploft er weer lang uit. Ja, zeker. Stadig riet de oranje auto met het flikkerjocht voorbij. Achter de auto zit een nuver ding. Het draait heel tijd in het roem. Tietes zet grutte egen op. En de professor ek. Hast het zien, Tietes? Hij struit wit spul op het dik.
Het giert van zoef, 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 zoef. Zo dan, Titus. En dan doet er het weer. Wat zou dat wezen? Moen kunnen we zien wat de auto daar op het dik struit. Ooit moen.